Of het nu gaat om een muur bij Mexico, de Britten die uit de EU willen, of landen die ruzien over wie de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee opvangt. Migratie zorgt overal ter wereld voor problemen die maar moeilijk opgelost kunnen worden. Ja, meneer Ter Broeke, wat maakt die migratievraagstukken nou zo ingewikkeld? Migratie is in alle westerse democratieën is het de open zenuw van het politieke debat. Het heeft alles te maken met wie wij zijn, waar we naartoe willen. Het zijn identiteitsvraagstukken die dan direct opkomen. En dat domineert eigenlijk alle politieke debatten die je overal ziet. En er zijn verschillende antwoorden op mogelijk. Maar het gevoel bij de bevolking is heel breed. Waar je ook kijkt, of dat nou in Nederland is, of in Duitsland, of in Frankrijk, of in de VS, of in de UK. Dat we een samenleving kunnen houden die nog herkenbaar is. Mm-hmm. En dat zie je dus ook in de opkomst van populistische bewegingen. Maar je ziet het ook in de antwoorden die politici proberen te geven. De Brexit is voor een deel ook het gevolg van hoe Britten denken over migratie. En je ziet het nu met het debat wat Trump aan het voeren is. Want die wil een muur bouwen. En daar moet alles voor wijken. Het is de Achilleshiel van het debat. Nou, je noemt het inderdaad al, de grensmuur met Mexico. Er is bijna geen ander migratievraagstuk dat zo tot de verbeelding spreekt. I would build a great wall. And nobody builds walls better than me, believe me. De muur is zo belangrijk voor Trump omdat hij daarop gekozen is. Zijn harde achterban is voor de muur. En hij heeft hen beloofd dat hij een muur zou bouwen. En hij vindt ook wat je belooft moet je doen. En dat vinden die kiezers ook. En als hij het niet zou doen, worden zijn kansen om gekozen te worden in 2020 kleiner. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Daarnaast wil hij natuurlijk de immigrantenstroom aan de grens met Mexico tegenhouden. Opmerkelijk genoeg lukt dat al aardig. Alleen al vanwege de woorden die hij nu spreekt en de taal die hij uitslaat, zie je al minder immigranten komen. Nog steeds is het natuurlijk wel zo dat er veel criminelen proberen de grens over te komen, ook met drugs. Nou, daar wil Trump een einde aan maken. Daar willen ook veel Amerikanen een einde aan maken. Maar de vraag is een muur daarvoor nodig? Is dat zo? Is dat de vraag of die muur daarvoor nodig is? Ja. Grensbewaking is wel nodig. Of dat met een muur moet, is een tweede. Kijk, de meeste illegale migranten in de Verenigde Staten komen nog altijd via het vliegtuig of via zeewegen. Maar het is inderdaad zo dat als je die grens aan de zuidkant kunt afsluiten, dat het makkelijker maakt om het te controleren. Er zijn ook een paar gebieden op de wereld waar dat succesvol gebeurt. In Israël, Sinaï. Maar goed, wat Trump nu wil, dat krijgt hij niet voor elkaar met het congres. En dat is natuurlijk zijn grote probleem. En ondertussen hebben ze daar de overheid dicht gedaan. Want het congres Shutdown, en de president zitten tegenover elkaar. En er zijn mensen die al bijna 30 dagen geen geld krijgen. Die of een vakantiedagen moeten opnemen. Of gewoon geen geld krijgen. En dus hun huur niet meer kunnen betalen. Of zelfs een hypotheek niet. Dus het leidt wel tot enorme problemen. Ja. Annika, hoe volg jij dit allemaal? Hoe kijk je hier naar? Nou, het is een soort inlettergreep politiek wat hier build that wall. Ja. Het is ontzettend symbolisch. Mm-hmm. Maar als ik dit dan zie, dan ben ik altijd weer blij dat ik in Nederland woon. Heel erg. Zo'n shutdown, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen, toch? Nee, mensen krijgen nu zelfs voor de tweede maand op rij krijgen ze dus geen loon. Dit weekend zocht Trump dan toenadering met de Democraten. Maar Nancy Pelosi sprak over een sigaar uit eigen doos. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, de Democraten zullen niet zomaar akkoord gaan. Die hebben natuurlijk hun lesje wel geleerd. Zij weten dat als Trump gelijk krijgt, dan heeft hij zijn herverkiezing voor een heel groot gedeelte alweer binnen. Aan de Republikeinse kant is er niet een goede alternatief. Eigenlijk kan Trump alleen zichzelf onderuit halen vegen dat onderzoek wat nu naar hem loopt. Maar als hij die wall, als hij die muur voor elkaar krijgt, wat natuurlijk de kernbelofte was van zijn verkiezing, ja, dan weten de Democraten, dan hebben zij een probleem. Dus ze zullen niet zomaar akkoord gaan. En ik denk ook niet dat dit voorstel al goed genoeg is. En Trump is iemand, dat is natuurlijk een vastgoedhandelaar uit New York. En die werkt volgens het schema wat ik win, moet een ander verliezen en omgekeerd. Dus het is niet een compromiscultuur. Nee. Dat zie je overigens niet alleen in de Verenigde Staten. Dat zie je ook in het Verenigd Koninkrijk. Nou, laten we